niet meer. Is het nog ver? Nou, het, het, het is nog een klein stukje. Nog heel even volhouden. houden. zo'n dorst. Ik moet echt wat drinken. Houd, houd nou nog heel even vol. We zijn er echt bijna. Hé, hey, ik zie water. Ik zie een meertje. Nee, dat is een vatenmargana. Oh, ik moet echt wat drinken. Nee, dat is geen vatenmargana. Ik, 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 ik zie... Ik zie een universal arch... Universal Studios Dubai Land. The world's most exciting experience. Comes to the most exciting place on the planet. Aflevering 31, seizoen 2 van de Upper Lot Podcast. Mijn naam is Dennis van Vnozane. En mijn naam is Nikki Steenkist. En vandaag bespreken wij Universal Studios Dubai Land. Ja. Dennis, een nieuwe show weer. Ja, we gaan nieuwe, even starten in een, een, een nieuw seizoen. Deze show hebben we al best wel lang op ons verlanglijstje staan om te maken. Absoluut. Recent zijn onze collega's van de Team Talk zijn met een hele grote groep naar Dubai gegaan. Hele gaaf reis gemaakt. En wij vonden dit een mooi moment eigenlijk om deze show ook. om een beetje in die sferen van mensen die ook terugkomen kunnen te luisteren. en onze eigen luisteraars natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, over Dubai te vertellen. Want wat, wat heb jij met Dubai? Nou, als ik heel eerlijk ben. Uh, het is een, een bestemming die hoog op mijn, uh, op mijn bucketlist staat om, uh, om te reizen. Maar ja, ik heb helaas daar nog niet mogen zijn. Maar jij wel, volgens mij? Ja, ik ben voor mijn werk meerdere malen naar Dubai geweest. De laatste keer voor mij is 2016 geweest. En daarvoor kwam ik er meerdere keren per jaar, gelukkig. Nog wel een beetje voor de hype van parken die nu gebouwd zijn. Die waren er toen nog niet allemaal. Maar ja, het is een fantastisch land wat ik iedereen aanraad om naartoe te gaan. En dat hadden eigenlijk ook een beetje de mensen van Universal uh, toen de tijd. Ja, daar... want zoals je al in de intro hoorde, the, the most exciting place on the planet. Ja, mooie Amerikaanse voice-over weer. Ja, heel gaaf. Want we gaan vandaag hebben over een park wat er nooit is geweest. Er waren wel plannen voor, de, de eerste bouwbeginselen waren er, maar ja, het was er niet. En... Hoe... Ja. ja, misschien een van de beste parken die nooit is gebouwd. Op papier. Ja, ja misschien, wel, misschien wel. Als we even teruggaan naar de geschiedenis. Want ja, veel mensen kennen Dubai. er zijn wel heel veel mensen zijn geweest. Maar Dubai, best een super interessante geschiedenis. Want... Ja, want iedereen kent het nu eigenlijk alleen maar van die plek waar alles kan. En waar niks te gek, te groot en te extreem is. Ja, wat alles wat met duur te maken met Wolkenkrabbers, dure auto's, nachtclubs. Dat is het beeld wat je er altijd bij hebt. Maar dat is best wel een vrij recent beeld. Want het, het heeft jarenlang, het is een beetje zo rond de 18e eeuw is het een hele bekende handelsroute geweest tussen Europa en India, want ja, Dubai ligt gewoon heel gunstig. En ze zijn in die tijd nou, rijk geworden als handelspositie, maar ook met parelvissen, daar staat het ook wel bekend om. Nou, niet echt super glamorous als je erover nadenkt. Nou, parels wel. Ja, parels wel, dat wel. Dat was goed, uh, in die tijd al goed aan uh, te verdienen. Maar eigenlijk rond 1830 was de familie Al Maktoum, dat is eigenlijk de huidige familie die op dit moment regeert in Dubai. Die namen het over rond 1830 ja, en die zijn die handelspositie veel meer gaan uitbreiden. Totdat in 1966 de olie werd gevonden. nou, en Je weet, als ze we in uh, Arabië een gat graven, daar schiet olie uit en dat is gewoon puur geld wat er uh, de ja. lucht in schiet. En dat, maar dat heeft... is redelijk recent. Is... 1966, ja. toen is er olie gevonden. Dat, dat is vrij laat. En rond die tijd was er nog een onderdeel van de Britten. Het Verenigd Koninkrijk had een soort van ja, daarom is die band nog steeds met, uh, met de Verenigde Arabische Emiraten. Die is in 1971 hebben ze die macht overgedragen aan de Emiraten, waardoor eigenlijk Verenigde Arabische Emiraten onafhankelijk werd in 1971. Nou, op dat moment was al de olie lekker uit de grond aan het schieten. Maar eigenlijk wat jij dus nu zegt, is dat de Verenigde Arabische Emiraten officieel zijn jonger als Walt Disney World. Nou, ja, nou, nu het zeg, ja. In feite wel, ja. Nou, dat, dat verklaart al. Ja, en daar bouwen ze snel. Hè. Ja, daarom. Het werd onafhankelijk en ze zijn toen echt Dubai snel gaan bouwen. En tot de jaren negentig was het alleen maar olie en grotendeels zandvlakte. Je had natuurlijk wel het oude gedeelte wat uitgebreid is. Maar zo'n beetje half jaren negentig, eind jaren negentig, toen is Dubai het vizier gekomen van eigenlijk de hele wereld. Uh, in een, een sneltreinvaart werden de grootste wolkenkrabbers gebouwd. Eerste en enige zeven hotel in de zee, de Bush Al Arab, wat veel mensen wel kennen. Dat is een beetje, ja, ik ga het woord nu gebruiken, het iconische gebouw wat je in alle uitingen ziet over Dubai. Ja, en sindsdien is, is, het, is het land zo snel gaan ontwikkelen. En dat kwam ook in het vizier bij de grote pretparkketens, de Disney's, noem maar op. En rond 2003 waren de plannen vanuit Dubai: we gaan iets doen wat nog niemand op de wereld gedaan heeft. Nou, het werd al gedaan natuurlijk in Orlando, maar dit moest het Orlando worden, maar dan vier keer zo groot. Rond 2003, ja, toen had iedereen het al over de Disneyland of the Middle East. En zo is het een beetje uitgegroeid. Want uh, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. De huidige uh, ruler nog steeds van Dubai. Die is aan een, een divisie gestart samen met de Tatweer Groep. En Tatweer, dat is een van de grootste projectontwikkelaars in Dubai. En die zijn samen de Dubai Holding begonnen. En Dubai Holding was de leider van het project. Wat ik al zei, het moest vier keer Walt Disney World worden. Nou, daar hebben we het echt over gigantische oppervlaktes. Daar hebben we het over een gebied van 278 vierkante kilometer. Ja, dat is best veel. Ja, dus Als je dat in is... perspectief zet, dat is... Uh... Ja, wat zal dat zijn? Provincie Utrecht of zo? Of zeg ja, dat niet zoiets, ik niet ja. Misschien nog groter, kleiner? Nou, dat moeten we een keertje nog rekenen. Dat moest het grootste zijn. En ze zijn toen begonnen met alle bekende pretparketens naar Dubai te halen. Er waren de grootste plannen van Six Flags tot aan, aan Universal, noem maar op. Ik heb hier toevallig het lijstje voor me met alle projecten die... Uh, aangekondigd waren. Er zou zelfs een, een Marvel Team Park komen. Uh, um, ja, Nickelodeon heb ik uh, daar voorbij zien ja, komen. Uh, Disney is in de wandelgangen wel eens genoemd, maar is nooit als officieel project aangekondigd. Er zijn wel heel veel. Uh, er is toevallig wat artwork schijnt er rond te gaan. Uh, wat ik al eens een keer gezien heb, dat je ja, ja ik heb je... het ook wel gezien. Maar ik weet niet of dat officieel. Nou, het werd wel door officieel marketingbureau die dat ontwerpt. Ja, inderdaad. Van... Falcons Creative uit mijn hoofd. Uh, die hebben het toen ontwikkeld. Dan had je gewoon half indoor. Disney met, met daarbuiten gewoon de Castle, et cetera. En wat mooi was, in het voorjaar van 2007 is het project aangekondigd en het moest gaan openen in 2010. Dus stel je voor, vier keer Walt Disney World moest in drie jaar tijd gebouwd worden. Ja. Nou, als je een beetje in je achterhoofd houdt dat toen de tijd ongeveer 25% van alle bouwkranen ter wereld stonden in Dubai. Daar werd echt alles naar voren gehaald en er werd gewoon goed geld in gepompt. En dit project ook zou 63 miljard dollar kosten. Ja, want het was een totaal project waarbij eh, eigenlijk verschillende facetten samen werden gebracht. Hè? Ik geloof er was een woongedeelte, er was een uh, nou, Dubai stadsgedeelte nou, en uiteindelijk een van die gedeelten was ook het pretparkgedeelte. Ja, je had het pretparkgedeelte, maar je had ook sportontwikkeling, ja, dus cultuurontwikkeling. Een, ja, maar echt een, een totaal stad-landontwikkeling. Ja, hadden. het had 45 megaprojecten. Dus onder megaprojecten verstaan we even de grote pretparkketens en zo'n 200 kleinere projecten. Maar zo'n klein project is ook gigantisch. daar heb je het echt over grote ja, musea, sportfaciliteiten. Ze hebben, sommige dingen zijn wel gebouwd, sommige niet. dat zijn echt immense projecten. Wat uh, Khalid al-Malak van uh, Tot weer toen aankondigde. Die had toen de mooie woorden met: Dubai Land will contribute to Dubai's vision to attract 15 million tourists by 2010. Dat werd toen in 2007 aangekondigd. Yeah. Of that, Universal Studios is expected to attract about 3,3 million visitors in its first year. Eventually rising to 5 million a year. Yeah. om even eens perspectief te hebben. Ze hadden toen voor alleen Universal gedacht. Uh, als Universal komt, 3,3 miljoen bezoekers per jaar. Ja, het eerste jaar. Het eerste jaar. Ja. Wat leuk is om te weten, is dat in heel Dubai wonen 3,3 miljoen mensen op dit moment. Dus je moet even inbeelden nou, als hoe... Als iedereen één keertje gaat, dan ben je er al. Nou, dat zou kunnen, Ja, want je bent er zo. Project werd gestart en uh, Universal Studios uh, Thomas Williams, de toen tijdige CEO van Universal Parks and Resorts. Ja, heel trots, je kan op uh, online nog heel veel tekeningen zien. Dat ze voor maquettes staan en met een, met een schep in het zand. Weet je wel, van we gaan beginnen. Ja, En ja, dat ja, want dit zou... was niet echt een, niet een project waarvan ja, dit zou misschien komen. Ze waren echt al begonnen met bouwen. Ja, zeker. Het was al, het was helemaal rond. Het zou uh, ongerekend 2,1 miljard dollar kosten, het hele project. En het zou een Universal Studios resort worden van ongeveer 180 hectare. Daar is toen begonnen met de bouw. Uh, wat leuk is om te weten, ze hadden de, de bekende Arts van Universal. Ze hadden het, het bouwterrein en om het bouwterrein op te komen stond die Universal Arts. Die hadden ze al gebouwd met echt het logo erop. Het, het hekwerk stond eromheen. Dat was niet de officiële Arts waar bezoekers later doorheen zouden gaan. Nee, dat, dat was meer een voor beetje het bouwterrein. Ja, het een soort backstage gedeelte, maar om alvast in die sfeer te komen. En toen hebben ze de hele Berm, die we ook kennen in Disneyland Parijs, om Disneyland Parijs ja, ligt een verhoogde heuvel. Ja. Uh, dat idee werd ook al gebouwd en dat is al helemaal uitgegraven. Dat stond allemaal al klaar. Er ja, waren al graafmachines bij. Ik heb zelf gezien dat de, uh, want in het midden van het park, als we dat het hele park zo bespreken, we zouden een soort lagoon komen, alle la Islands of Adventure. En die was ook al gegraven. Want met ja die aarde hebben ze inderdaad die berm gebouwd. Ja, aardesand. Ja, ze waren al best wel ver natuurlijk. En uh, er werden ondertussen werden er al commercials zelfs opgenomen. Universal Studios Hollywood, die hoorden in het begin van deze podcast. Dat was heel grappig. Er waren mensen dan verkleed in Arabische kleding. En die liepen dan in. Ja, van die gewaden. Ja, maar die liepen in welke studios? Universal Studios Florida. Ja, dat moet een rare gewaarwording zijn. Dat daar een hele grote groep Gewaad wordt eten. Ja, hij is gemaakt hoor. Nee, er werden al grote campagnes gedaan door Universal. Om dat park echt goed te promoten. Er was ook een visitor center. Maar dat was helemaal gebouwd in de stijl van Universal Studios. Dus ook in dat met een arch en met een op al op locatie op een soort parkeerterreintje ja. was dat een maquette stond er, met er al de maquette ja. erin. wat er allemaal verwacht was en uh, de bouw uh, uh, ging verstart dus we hebben die over 2007 maar een jaar later ja 2008 waar de hele wereld natuurlijk mee te maken was was de financiële crisis die ja. begon alles stortte in en een van de grote projecten die die in elke nieuwsuitzending wel vaak hoorde was dat in Dubai ook heel veel stil lag daar zijn ze echt gestopt met want dat heb ik nog niet verteld ze waren natuurlijk begonnen met olie winnen maar op een gegeven moment heb Dubai gemerkt van, nou, we gaan niet oneindig olie kunnen trekken uit de grond hier. We moeten ons gaan richten op toerisme en op echt belangrijke, ja, luchthavenpoort, businesspoort. Want ze liggen gewoon supergoed gelegen tussen Afrika, Azië en Europa in. Ja, het is een van de meest centraal gelegen gebieden ten opzichte van de wereld. Ja, ook een van de drukste vliegvelden op dit moment ter wereld. Maar ja, het werd toen 2008 de crisis, alles stortte in. En zo werden ook heel veel projecten on hold gezet. Heel veel wolkenkrowers en natuurlijk ook Dubai Land. ...ja, heel veel uh, hadden toen uh, het idee van... ...ja, wat gaan we doen? Gaan we doorbouwen? Gaan we stoppen? Universal op dat moment uh, gestopt... ...en een jaar later was Dubai op papier... ...officieel in 2009 eigenlijk failliet. Dus moet je je voorstellen dat het hele land... ...gewoon failliet was in twee jaar... Ja, die, die stonden vast. Ja, en zo stonden ook heel veel andere projecten vast. Dus Universal ja, zat op dat moment met het probleem van... wat gaan we doen? Want het was al begonnen. Hè? De, het was aangekondigd. Het, het grondwerk het was aangekondigd. En uh, ja het project is daarna ja, nooit echt van de grond. Want Dubai heeft best wel lang uit die nasleep van de crisis moeten, moeten klimmen. Heel veel investeerders trokken zich terug uit Dubai. Heel veel huizen stonden te koop. Uh, het was niet meer het beloofde land wat ja de, die jaren ervoor natuurlijk was uh, voorgeschoteld in 2013 is zelfs het hele project echt officieel ze hebben tussendoor wel eens gezegd van gaan we studio's gaat verder zelfs uh, de, de ruler van Dubai heeft gezegd nee Universal gaat door en al wordt er misschien een andere vorm dus er werd al een beetje vanuit de overheid ja, ook al aangekondigd ja van de gaat het gaat niet worden zoals het uh, zou worden en zo is het eigenlijk ook met alle projecten Um, ik heb hier voor me even die lijst van wat er tussen staat. En er stonden echt hele ja, best wel belangrijke dingen toe. Ook Six Flags Dubai Land, dat was echt een gigantisch uh, ja, product. SeaWorld. Uh, SeaWorld, Homeworld. Bush Gardens is aangekondigd. Um, ja, In principe, op Disney na alle grote pretparkbedrijven van de wereld ja, hebben heb... minimaal één keer zichzelf laten vernoemen, benoemen. Iedereen wou in die Dubai bubbel stappen natuurlijk. Alleen Disney heeft daar toch wel slim, toch een beetje afstand altijd van gehouden. Ja, en dat was misschien wel een goede zet, Want al die projecten gingen toen niet meer door. En, en Dubai lag een beetje in een gat. We gaan zo vertellen wat er daarna gebeurd is. Maar misschien is het even leuk om te kijken hoe zag het park eruit van Universal. Want er was ja. best wel redelijk veel bekend. Er was heel veel promotiemateriaal. Er waren persmappen. Ja, uh, nou, gewoon platte gronden. Uh, ze zijn er allemaal. Ja. ja, En wat we al meteen uh, zien, hè, als we dat, dat ook even doorlopen, is dat in de, de, de layout, de basis van het park, hè, we hebben het al eerder over gehad, dat is een circulair park. Dus vergelijkbaar met Islands of Adventure, met Singapore, uh, met Beijing nu. Dat is gewoon een park waarbij je in, in een rondje kunt lopen om een, ja, om een grote lagoon heen. Ik denk, denk dat straks het enige meer was geweest in, uh, <laughs> in, de, in Dubai. Ja, en die ligt er nu niet meer? Nee, oh, oh. ja, lijkt nee, wel even grap, maar sorry. sorry. Ja, en we komen binnen uh, het park, uh, in het Hollywoodgebied. Nou, dat, dat zien we natuurlijk in meerdere parken. Uh, overdekt. Overdekt. Een beetje het idee wat ook in uh, Japan is. En Singapore, zit ik te denken. Ja, alleen overdekt. deze was wel echt helemaal overdekt. airconditioning overdekt. Dus niet ja. tegen de regen in dit geval, maar tegen de, ja, tegen de extreme hitte eigenlijk. Ja, want als je in de winterperiode naar Dubai gaat, dan kan het zo'n beetje rond de 20 graden zijn. Dat is voor in Dubai echt heel koud. Dan lopen ze met winterjassen aan, gek genoeg. Maar in de zomer kan het gewoon de 50 graden aan tikken. En ja, vakantieperiodes zijn vaak zomervakanties. Ja, en een toerist die daar komt, ja, je gaat niet in de Universal Studios lopen met 50 graden. Dus heel veel dingen waren overdekt. Allemaal, de helft van het park zou eigenlijk grotendeels indoor zijn. Ja. Maar toch hou je dat meer, wat je net zei van Islands of Adventure. En we komen dus binnen in het Hollywoodgebied. Dat was een, een, een main street, zoals we dat kennen. En laten we eigenlijk de bocht naar links zo om het meer heen gaan lopen. Ja. Ja, en, en, en zonder zo alle attracties helemaal. Maar ik denk dat een aantal dingen die echt opvallen uh, in dit geval... Is, is dat je dus meteen een, een soort New York-gebied uh, binnenloopt. Waarbij, uh, ja, denk ik, de, de kenmerkende Blues Brothers Show niet, uh, niet mag ontbreken. Niet mocht ontbreken. Everybody. Ja. Ja, met ik zie weer de Blues met, Brothers. Ja, hè? Met een haven erbij. En, en in het zicht eigenlijk van uh, ja, iets wat ik niet anders kan omschrijven... als de Incredible Hulk Coaster. Ja, nee, dat, 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 die, ja, dat klopt. Die was er ook. De, in, het, de, in het zicht daarvan. hè? Ja, in het zicht daarvan. Exact gewoon een kopie van Islands of Avengers. Ze hebben gewoon cherrypicking gedaan. Van, nou, dit is in dat park ja. goed, dit goed. Maar nu zou de Hulk-coaster in een New York vibe komen. En die zouden dus ze ook de American Rollercoaster noemen. Echt weer zo'n ja, <laughs> ja, dat was creatief team. Geen IP. Dus. Geen IP, dus geen IP nee. Maar wat wel leuk is ook in het New York-gedeelte. Ze zouden ook een beetje richten op, op Bollywood-achtige dingen. Je hebt nu toevallig in Dubai heb je echt een, op die plek ook een. Uh, uh, in het gebied een groot Bollywoodpark. Ja, uh, ja maar dat is leuk eropend. om dat strakjes om te kijken... Ja, wat er maar, eigenlijk wat... van dit project nog wel... Ja, maar hier waren al de plannen om in Universal Studios... om daar toch wel een Bollywood show te doen... om toch een beetje de locals... want een klein gedeelte van wat in Dubai woont... dat zijn echt emiraten... maar een groot gedeelte zijn echt emigranten. Dus dat zijn mensen uit Azië, uit India... die daar werken ja, ze en Ja, zij noemen het dan expats. Expat, maar... ja, nou, dat wil, je, dat wil je niet zo noemen... Maar wat ook grappig is, dat het er was natuurlijk voor Mel's Diner, wat we ook weer kennen, en twee leuke dark ride concepten. Eentje daarvan is Men in Black. Nou, ja. die kennen we toevallig uit de universiteit Florida. En eentje waar we recent over hebben gehad, de Ghostbusters. Ja, de dark ride idee wat we daar hadden, dat is dus daar ooit voor gepitcht voor Dubai. Ja. Komen we straks nog even later terug op uh, uh, Ghostbusters in Dubai. Zoals je al zei, dan komen we langs die Hulk coaster. Nou, is een op een ja, kopie. ja, echt van letterlijk een op een. Uh, de American Rollercoaster en dan komen we in het volgende gedeelte en dat is Surf City. Ja, ja. Dat is een gebied waar ik niet weet wat ik daar nee, echt van moet ja, maken. ja, het is een, een beetje een soort kids zone, Woody Woodpeckers kids zone, maar dan met een, een beachy surf uh, uh, thema. Je ziet er wel een enorme hal ook weer achter, dus uh, ja, toch met een heel groot indoor uh, gedeelte waarschijnlijk volgens mij uh, uh, een, een kiddiecoaster sowieso uh, uh, voor dit gebied. Ja, de Woody Woodpeckers Nut House Coaster. Ja, dus, uh, lekkere lange titel weer. C. Nou ja, die staat ook in Orlando. Ja, maar ik vind het een lange, ja. leuke lange titel. Een carrouselletje en, en eigenlijk gewoon zo'n zo boardwalk, een beetje wat je in, uh, in Move Park Germany hebt met uh, Santa Monica Pier. En wat we recent in uh, Beijing hebben gezien bij het uh, Super Silly Funland. Weet ja. je dat idee, denk ik, dat ja. ze daar uh, hebben gekopieerd? Good ideas never die at Universal. Exactly. En dan lopen we weer een stukje door met de klok mee en dan komen we bij Legendary Heroes. Het ja. Het themagebied. En daar staat toch wel een leuke, verrassende show uh, die ze daar hadden gepland. Ja, ja, een van, ik heb hem ooit gezien, maar een van mijn favoriete shows, dat was de uh, Age Voyage of Zimbad stunt show. Nou, dat matcht toch wel heel mooi met het Midden-Oosten. Ja, zeker. Ik vind het nog steeds uh, enerzijds dat die in, in Orlando eigenlijk gewoon weer open moet. Uh, anderzijds uh, zit er een soort uh, 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 ja, opgewonde motorrace uh, achtbaan uh, zit ernaast die vrij veel herrie maakt dus uh, ja je zult theater moeten afsluiten maar het was een heel spectaculaire show voor een pretparkshow met avonturen uh, denk een tijdloos uh, verhaal Sindbad is uh, iets nou, je ziet nu in de Efteling ook nog gewoon prima IP die je kunt gebruiken dat had ja. daar mooi op aangesloten. En wat, uh, wat ook wel leuk aansluit op onze huidige ontwikkelingen met Universal Studios in, in Orlando. Het volgende themagebied zou gaan heten Epic Adventures. En toch wel grappig dat daar het woord, Epic, al voor het ja. eerst gevallen is, in de Universal uh, ja, Creative Hoek. En daar staan toch wel wat hele interessante dingen, maar ook dingen die we later terug hebben gezien. En de grootste die we hebben gezien is de King-Kong-coaster. Ja, ik denk wel dat dit thema gebied... mijn favoriete themagebied, <laughs> dat denk ik geweest al, ja. zou zijn. Wat je inderdaad de King-Kong-coaster Escape from Skull Island. Ja, ja het, dat het, klinkt wel goed? Ja, count me in. En wat het eigenlijk zou zijn, het, het zou eenzelfde lay-out, denk ik, hebben als Dueling Dragons, wat voorheen op uh, Hagrid's Magical Motorbike Creatures. <laughs> <laughs> ik, ik weet zelf wel. lange naam, mag gaan. Ja. ja. Uh, daarvoor stond een dubbele BNM uh, inverted ja, achtbaan, ja. dus een hangende achtbaan. Gaaf ding. Uh, die zouden ze één op één willen gekopieerd hebben nu voor Dubai en dan zou het een King Kong coaster worden. Ja. Nou, echt. wel tof op zich. Escape from Skull Island. Je kan iets met die dinosaurussen. Je kan... Het is het echt wel als uh, je een beetje een gaaf thema, zo'n jungle eronder, een beetje Black Mamba vibes met een echt misschien nog zo'n grote aap. Ja, ik, ik zie het wel. Het ja, dit, dit, dit idee voor deze coaster komt in een andere aflevering van ons ook wel weer naar voren. Dus dat is wel leuk om dat even mee te nemen voor de luisteraars om te onthouden. Uh, de volgende attractie die daar stond was Jurassic Park Rapids Adventure. Ja. En dat is een, ja, een rapid river wat we ook kennen als de Met piranha. Jurassic Park. En Met Jurassic Park. Met Jurassic Park thema. Dat concept is. Uh klinkt goed ja, gerecycled voor uh, Universal Studios Singapore ja. en die hebben exact die attractie gekregen. Ja, om geld te besparen, dit idee was al ontwikkeld voor uh, Dubai, niet gebouwd en dat is in 2011 toch geopend in Singapore, één op één. Ja, ja, een, een grappige rapid. Ik vind het niet heel. Ik vind de lift wel grappig. Daar zit een leuk effect in, maar voor de rest is het een. Uh... Ja, ik vind het. Ik vind nog steeds de attractie Jurassic Park uh, met met de storytelling die je hebt, uh, vind ik een rapid eigenlijk geen ja. Denk je sigelijnen ook niet goed zijn? Nee, je, je, je kunt... ziet altijd een gedeelte van de mensen in de boot zitten met de rug ja, naar een nee, scène toe. Net, net niet. Uh, Waterworld? Zou je, daar, uh, zou je daar gaan vinden? Nou, zouden ze Waterworld weer kopiëren? Ja, de, nog steeds bijzonder <laughs> dat het nog steeds in Orlando het niet is. Nou, um, voor af te koelen daar perfect. Ja, zeker. Zeker weten. En nog een hele leuke in dat gebied: Revenge of the Mummy. Ja. En ook die is, uh, nou ja, één op één. Ik denk dat ze bij Premier Rides uh, gewoon de, de onderdelen hebben doorgestuurd. Ja, er is dus nog in de la een tekening liggen van, uh, deze hebben we al twee keer gebouwd. Uh, ja. Althans, uh, matchende. Uh, ook qua kostenbesparing is dit idee doorgegaan weer naar Singapore twee jaar later. Dus die is in 2011 daar geopend. Dus we hebben hem nog wel, alleen in een heel ander land, ander park. Ja. Ja, en dat was het voor het uh, Epic Adventures gedeelte. Ja, en dan ben je eigenlijk de cirkel weer rond in, uh, in Hollywood. Ja, en als we het zo bekijken, wat is jouw idee en mening als je dit park zo ziet? Nou, ja, uh, enerzijds zie ik uh, Islands of Adventure uh, meets Universal Studios Singapore, ook mezelf met, met dat hele New York, er ligt zo'n boot, uh, ligt ernaast, ik zie mooi expansion plot. In de basis uh, zou je dit morgen in Europa bouwen, dan uh, neem ik overmorgen een abonnement. Alleen, ja, ik, ik denk dat ze bij Universal ook wel hebben ingezien dat die bubbel daar niet uh, groot genoeg is. Nee, als ik eerlijk ben en er kijken naar, uh, ook al ligt het in Dubai, ik word er niet warm van. We zullen deze foto ook, trouwens ook even delen op onze Ja, zeker, socials. zeker. Ja, ik, ik vind het toch wel een karig park met, met allemaal uh, uh, moedjes. Van, oh, we hebben dit daar, plakken daar even een ander naampje erop. Het, het is niet een mooie samenhang. Het is nou, gewoon puur... Klopt. Uh, en dat is ook het idee wat ik straks even in mijn... Uh, uh, final review ga vertellen over Dubai en, en pretparken daar... wat ik daar het, het, het gevoel bij heb. En dat heb ik hier ook... Uh, dat zal ik zo ik voor later bewaren. Ik, ik zie als ik naar het park kijk... en normaal als we gaan, we gaan ja. delen op de socials... maar er zit geen balans in het park. De, nee. de rechterkant van het park is... één groot action-packed adventure. En terwijl aan de andere kant heb je... Gaten. Ja, woedi -woedi. Er zit echt enorm veel ruimte voor, uh, voor uitbreiding. Ik bedoel... The Wizarding World die zou hier fluitend passen, zowel Diagon Alley als uh, uh, Hogsmeade Village. Maar, maar ja, het ziet eruit als een ja tekenen, best of pretpark met alles. Ja, en dat is het dus. En, maar, het, ja. en het zou wel echt een resort worden. Hè, want er zouden aantal hotels bij komen. Er zou een City Walk vergelijkbaar met uh, Hollywood zouden komen, zelfs design ook uh, eigenlijk als, uh, als Hollywood. Een hotel in de vorm van Hard Rock, volgens mij, en ja, nog, nog eentje, compareren. Hard Rock die stijl, ja. sowieso uh, eentje. Ja, zon, zonder ziel, zonder iets eigenlijk. Ja. Het is echt, uh... Wat ze wel naar voren hebben laten komen is dat ze de, de lokale invloed had wel invloed uh, op het design van het park. Dus daar kijk ik ook naar dat 60% van het park indoor zou zijn. Ja cultuurdingen, net zoals wat we net no benoemden met Bollywood, uh, dat soort stijlen. Dus al heel wel, misschien dat het gedeelte bij Simbad zal wat meer Arabisch worden qua ja. architectuur. Ja, zeker Dus ik hoor. denk dat dat wel een andere stijlpark had gemaakt. Maar ja, ik weet nog niet. Ja, het le leuk, leuk is natuurlijk wel om dan eens te kijken van, ja, dit, dit, is het niet geworden. Nee, maar wat is het wel geworden? Maar, ja, en wat is er eigenlijk overgebleven? En wat zijn de erfenissen uit dit park? Ja. Het leuke is dat in, als leuke, in 2008 uh, het Dubai Properties Group, dat is een, was een nieuwe... Een ja, bv hebben ze dan niet, maar ja, ja, ja. een nieuwe onderneming. En die heeft het project Dubai Land overgenomen, want dat project was eigenlijk dood. Er is wel een sportcenter gebouwd, etcetera, maar echt alle grote pretparken zijn daar niet gebouwd. En op dat moment nemen ze het over van Tatweer, de, de huidige projectontwikkelaar. En toen zijn Six Flags en onder andere ook DreamWorks zijn ook uit het project gestapt. Universal was natuurlijk al een beetje discutabel van uh, gaan we wel door of niet door. Dat vond ik ook een heel mooi project. Dat was de Bush Worlds of Discovery in Jebel Ali. En ja, ze... dat was dat eiland in de vorm van een orka, toch? Uh, dat is de top. Je hebt op dit moment heb je uh, Palm Jumerai. Dat is wat je vanuit de bovenaf kan zien. Dat is een, in de vorm van een palm. Ja, ja. Is een, is een opgespoten land wat, uh, wat aan de kust ligt. Wat zien? Wat zien? Nou ja, daar ligt onder andere ook het, uh, het Atlantis Hotel en heel veel woningen. En een stuk verderop zou Palm uh, Jebel Ali worden gebouwd. En Jeb Ali zou 50 keer groter worden dan de huidige palm die er ligt. Nou, de huidige palm, daar ben ik een paar keer op geweest. Dat is al een gigantisch eiland. Maar dit moest weer 50 keer. Het is Dubai, alles moet groter. Okay. En in de kop van die nieuwe, daar zou in de vorm van de orka eiland opgespoten worden, waaronder onder andere SeaWorld kwam... Uh, Discovery Cove en Busch Gardens. Dus ja. eigenlijk alles ja, van de Bush Gardens de, groep... groep ja. zou op één eiland plaatsvinden. Dus bizar als je indenkt hoe groot dat eiland moet zijn... waar even drie parken uh, bouwt. Dat ging ook weer niet door. En in 2012 um, uh, werden er nog eens een keer die plannen op uh, voor Universal... van we gaan door, niet door, wel niet. Naar eindstand is het helemaal niet doorgegaan. En hebben we ook niks meer gehoord van Universal in Dubai in de vorm van een eigen park. Nee, maar Universal heeft nog wel support gegeven. Dat wel. Uh, wat grappig is is dat nog tot best wel lang tot 2016 heb die poort nog gestaan bij het bouwterrein, dus je kon er naartoe. Uh, ik ben er wel eens in de buurt geweest, maar ik heb helaas nooit een foto genomen. Midden in de woestijn stond die poort nog met verlaten hekken. Het is een soort spook. Dus je, je had een universal arch en daarachter was alleen maar zand. Ja. Dat is een heel bizar gezien. Misschien wel synoniem voor, voor hoe daar de dingen zijn gegaan. Ja, dat wordt allemaal verlaten en uh, langzaam zijn ook de logo's eraf gehaald. Dus je had alleen de arts en op een gegeven moment is die hele arts weer gehaald. En nu is het letterlijk alleen nog een zandvlakte. Het is helemaal, uh, helemaal verlaten. En zoals je net al zei, er zijn wel projecten uitgekomen die een nieuw leven en die eigenlijk tot stand zijn gekomen. Want in 2016 opende ongeveer 35 kilometer van het huidige Dubai-land, als je meer naar het zuiden toe gaat, meer naar Abu Dhabi toe, daar is een heel nieuw resort geopend. En dat, uh, uh, daar kwam Dubai Parks and Resorts. Ja. En dat is wel doorgegaan. En daar hebben ze onder andere Legoland gebouwd, de Bollywood Parks en Motion Gate. Ja, en, en Gate is een, is een interessante. Kijk, ja. Bollywood, wat we al aanhaalden, hè, er waren binnen Universal al plannen voor een Bollywood-show. Uh, maar ja, wat er in Motion Gate uiteindelijk allemaal gebouwd is. Ja, Motion Gate, ik heb het zelf nog niet uh, mogen bezoeken, maar uiteraard we veel uh, over gelezen en gezien. Zeker met jongens van Team Talk nu. Ja, die zijn er ook recent geweest met de, met de groep. Ja, daar zie je gewoon heel veel IP's waar Universal mee werkt, onder andere DreamWorks. Je hebt natuurlijk Shrek daar, uh, How to Train Your Dragon. Dus best wel grote IPs hebben ze daar gebruikt in het park en de enorme branden. DreamWorks Hall gewoon. Marvel. Uh, ja, Marvel veel... zit dan in in IMG Worlds. Oh ja, IMG Worlds. Uh, ja. IMG Worlds. ja. Uh, maar inderdaad om ook de Ghostbusters. Eigenlijk de Dark Ride die die in eerste instantie een beetje bedacht was. Voor Universal. Ja, Hij heeft daar... uiteindelijk toch zijn weg naar Dubai gevonden. Ja, alleen niet een hele goede uitvoering. Dat park heeft wel wat goede dingen. Als ik het zie op beeld, dan denk ik hm, niet zo interessant. Maar in ieder geval, die parken zijn open opengegaan, zijn nog steeds open. Ja, succesvol vind ik een groot woord. Het is nog steeds open daar. Dat is met heel veel dingen in Dubai. Dat wordt gewoon kunstmatig gewoon opengehouden. Dat allemaal totaal niet rendabel is, uh, ook in die, in die malls. Er zijn heel veel winkels waar 16 man personeel binnen staat, en dus is geen klant binnen, nee. maar het is allemaal imago van groot houden van wij moeten toerisme hier naartoe trekken. En in 2018 is uh, Warner Brothers uh, World uh, Abu Dhabi geopend, dus nou, de stad ernaast, wat er ook super goed uitziet. Nog een filmthemapark, ja. Oh ja, nou daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Want op het oude Dubai Land wat we besproken, uh, daar is IMG World gestart, een wat minder park, maar daar zit onder andere de Marvel IPs in. Dus ja. overal verspreid zit Universal. Ja, want, want uh, volgens mij was ook tijdens de bouw van Universal Studios uh, Dubai Land of nou, tijdens het, het plannen daarvan. Uh, waren er ook plannen om iets met Marvel te doen daar? Ja, er zou een eigen Superheroes Team Park, er zou een eigen ja. losstaand park zou daar gebouwd worden. Dat was een van die grote projecten. Ja, maar toen was natuurlijk Marvel ook nog geen onderdeel van de Walt Disney Company. Nee, nee dat was het niet. En uh, volgens mij is ook het IMG World, uh, het hele Marvel-gebied, is ook uh, uiteindelijk wel met wat support ook van Marvel en van Disney. Disney moest toch ze goed kunnen geven. Mm. Maar die plannen die lagen natuurlijk al. Dus ik weet niet of Disney er uiteindelijk heel blij mee is. Maar... Ja, nou, ik denk dat het een beetje losloopt daar. Want ja, als ik ook heel veel beelden zie. En dat is waar we nu een beetje ook richting de afsluiting naartoe gaan. Van wat, wat te doen met Dubai, om het zo maar even te zeggen. Wat ik vind het grootste probleem met Dubai. Uh, als ik kijk naar de parken. Het is, een, het is niet samenhangend. Het is allemaal. We pakken de beste dingen. En die stoppen bij elkaar in een park. Maar dat wil vaak niet zeggen dat je dan het beste park hebt. Nee. je moet ook sfeer hebben, er moet personeel, mens, uh, natuur, ja en daar is het puur van copy paste en je loopt van attractie naar attractie, maar er is geen geen dwell time, je kan niet lekker hangen daar. Nee, terwijl als je kijkt de, de attracties die ze daar natuurlijk hebben. Uh, geld is het, is het probleem niet geweest. De meest geavanceerde ritsystemen, ja. de grootste, de snelste, de beste van alles wat je. Een Harry Potter-kloon qua systeem is daar voor Batman, ja. Uh, ja, Dark ja. Ride, Trackless. Dus dingen. in dat opzicht zou ik er zo graag naartoe willen. En, en het lijkt me zo verschrikkelijk gaaf. Het enige wat, wat ik mis, en dat nogmaals, dat is op basis van de beelden, ja, is toch een, een, een ziel, iets ja. in dat park, gewoon wat het. Wat en dan het zie echt, je hoe wat belangrijk dat is. Ja. Want als je ook kijkt naar sommige attracties, hun hebben Dark Rides. Maar omdat ze zoveel ruimte daar hebben, die elke scène is zo gigantisch groot dat je heel een soort knusse huiskamerscène. Dan hebben ze gewoon een half van met hier een raam, daar een deur en verderop in de hoek staat een stoel en dat moet een woonkamer voorstellen. Maar dat kan. Ja, maar dat, veel... maar dat, maar dat, maar dat voel je niet. En dat vind ik wel als je kijkt naar de, de klassieke dark rides. Hè, ik noem een Vatermagana als voorbeeld. Daar heb je een aantal scènes die zijn heel groot. Maar je hebt ook een aantal zijn in heel klein. En dat, dat versterkt juist. Dat, ja. dat, ik weet niet, je, je voelt het niet. Het zou een mooie plek zijn: Vater Morgana in Dubai bouwen. Hey, mooie dark ride. Ja, wat, wat Dubai die klimt wel uit een dal. Die hebben natuurlijk ook nu met de coronacrisis te maken. Maar het, is, het, het blijft nog steeds populair. Wat ik zeg, het is echt een fantastische plek om naartoe te gaan. En Dubai is op dit moment bezig met hun Urban Masterplan. In 2040 hebben ze een plan gemaakt. Dan moet Dubai, ja, altijd die mooie duur worden, sustainable worden. Ze willen veel meer groen. Dus eigenlijk willen ze wat meer zandwegen. Maar echt dat je in de binnenstad over waar je bent, daar zie je grasvelden, dat moet groener. En ze willen meer de woonwijken connecten met de toeristische dingen. Dus het ja, eigenlijk willen ze gewoon meer richting. De, de westerse manier hoe woonwijken steden zijn opgebouwd met een stukje leisure, een Om stukje sport, Om op die sport, manier wat meer leven shopping. te krijgen, ja. Want ja. iedereen werkt in de stad en die gaat daarna naar de buitenwijken en dan blijven alleen de toeristen over. Ja, dat moet meer samenhangend worden, ook ja. qua infrastructuur. En ja, ik zie Dubai dat wel uh, natuurlijk groots aanpakken. Wat ze wel een beetje pech hebben gehad is dat ze de expo van 2020, uh, die is een jaar later, die is op dit moment bezig. Ja, daar krijgen ze niet de vibe en alles wat daar gebouwd is en voor ontwikkeld is, eh, daarnaast ook met de parken die daarnaast zijn geopend, ja, die media-aandacht krijgen ze niet goed mee. Dat nee. is wel heel erg jammer uh, voor, voor op het gegeven uh, wat er nu is. Ja, en dat, dat geeft af en toe een beetje doodsgevoel aan Dubai, terwijl er zoveel kan, er is zoveel geld, zoveel talent, ze halen de beste mensen in huis, maar ja. het, het, het qua parken wil nog niet echt... Ik zal er ooit je, nog eens een universiteit. Als je, je kijkt natuurlijk, uh, ze hebben zich heel graag willen meten aan, aan Orlando. Maar Orlando, uh, toen Walt Disney World in 1971 opende, was Orlando niks. Was was een stadje van echt helemaal niks, midden in de Swamplands in, uh, in Florida. Het heeft uiteindelijk geduurd tot, tot in de halverwege de jaren 80, voordat er meerdere parken bij kwamen. Ja, sea World was er dan meteen al vanaf het begin. Maar als je dan kijkt, de echte boom in Orlando, is pas gekomen in de jaren 90. Nou, dan praat je dus over een periode van, van meer dan twintig jaar... wat het heeft geduurd om zoiets te ontwikkelen. Meerdere parken erbij. Nou, het kwam uh, Universal met meerdere parken. Uh, Disney ging nog weer parken erbij openen. En zoiets groeit organisch. En ja, je kunt niet verwachten dat als jij ergens in de middle of nowhere... Het uh, is geen build it and they will come nee. uiteindelijk. En zeker ja, de groep mensen voor wie Dubai op dit moment bedoeld is... Uh, hè, dat zijn de mensen op wie Walt Disney World zich ook richt op dit moment. Dat zijn toch de meer welgestelde. De, ja, ik weet niet of voor die mensen. een dagje pretpark per se het ding is wat ze willen. Nee, dat, dat is echt. Dat, ja, dat merk je. En ja, hopelijk geeft dat ook misschien toch een positiever beeld. voor de toekomst van de parken daar. Want ja, gaan die nog steeds zo onderhouden worden? Gaan ze uitbreiden? Of is het van. Hey, net als wat een, een motion gate hebben. dit hebben we gebouwd en that's it je hebt natuurlijk de de parken eromheen die wel er worden nu wat extra nou, ze achtbaan, nu twee achtbaan gebouwd. volgens mij in de ja de, de maar daar worden er weer IPs van nou je can see me bam oh, die die krijgt dat label. Ja het, het, het heeft ook allemaal... gewoon een kale achtbaan waar ze dan een Las Vegas thema overheen hebben. Ja heen, maar het het het, het, het 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 ja. Ja, ik weet niet. Het, het, is, het is zo lastig om daar te zeggen wat daar de, de toekomst gaat zijn van Dubai. Laten we hopen dat ze, dat ze een lange adem hebben. En dat uiteindelijk ook Dubai, eh, Abu Dhabi, de hele Emiraten als regio zich ontwikkelen. Ja. En dat er meer mensen met jonge gezinnen eh, meer, meer, meer mensen met meer vrije tijd. Want ja, dat is uiteindelijk ook waarom wij hier in het, in het westen in Nederland natuurlijk heel veel pretparken hebben, omdat we heel veel vrije tijd hebben. Ja. en tijd en zin hebben om om dat samen te besteden in een klein pretpark en dat kan van de Waarbeek tot uh, tot Walibi Holland zijn mooi dat de Waarbeek wordt genoemd in een uitzending over Universal Studios Dubai Land nee maar uh, een kant ben ik blij dat dit project niet door is gegaan als ik zie wat ze hadden gemaakt het had dan had het echt een sfeerloos park geweest en en gelukkig ja, ja. is het op deze manier uh, ik ben Dubai fan en ik ben Universal fan maar ik, ik ben blij, blij dat, dat dit die niet twee doorgegaan. werelden niet samen zijn Nee, gekomen. misschien is het wel goed zo geweest. Ik vond het een uh, leuke aflevering. Ja. Ik heb gewoon weer zin om naar Dubai te gaan. Ik weet niet, ik ben ook een beetje in de sfeer. Uh... Ja, dat... Uh... Je zit hier met je, met je uh, heeft dat nog een speciale naam wat je nu aanheeft? Ja, ik weet even niet de officiële Arabische naam, maar uh, ik heb het hele gewaad, heb ik nu ja, aan. Het is met zo'n rode uh, hoofddoek, met, ja. met zo'n wit gewaad, ja. Ja, tuurlijk, we nemen het in stijl op. Ik ben in mijn korte broek gegaan. <laughs> nou, korte broek, het is, ik, ben de, ik ben de traditionele Westerse toerist. Je kan ons in, in Dubai in deze outfit vinden. Uh, waar kunnen de luisteraars ons eigenlijk vinden? Nou, je kunt ons uh, vinden op al onze sociale kanalen en die vind je altijd op at Uppelot Podcast, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Overal kun je ons, uh, ons vinden met dezelfde hendel, at podcast, waar we ook uiteraard weer een hoop uh, beelden gaan delen en uh, de concepts van Dubai. Ja, en heb je vragen over deze aflevering of ben je zelf een keer daar geweest, of heb je een bepaalde mening over Dubai, laat ons weten. We kunnen het altijd in een nieuwsaflevering bespreken. Zeker weten. Die kan je mailen naar uh, info en zoals Dennis net al zei, via alle social media kun je ons bereiken. Uh, Dennis, uh, wij gaan weer het Zand door en we gaan weer uh, terug naar Europa. Ja!